Trillingen en kracht, hoe dat samenwerkt. Energie komt er ook bij, trillen. Hier trillen, meetrillen of resonantie. En we gaan het hebben over fase en snelheid. Even kijken, er is een aantal binas te bellen. Wat ik jullie in ieder geval wil vertellen, is dat het wel handig is om in ieder geval te weten waar die binas te bellen staan. Ik zie trouwens dat die 35A, die A moet je even wegdenken, dat is een foutje. Want A die gaat voornamelijk over beweging en dergelijke. Dus weer energie en dergelijke staat even anders. 36, wiskunde. Het kan zijn dat je even de weg kwijt bent. Dat je zegt van, hoe moest dat ook alweer? Sla gewoon 36, dat deel van wiskunde, sla die open. Oké, trillingen. Het eerste, die 8.1, dat ging eigenlijk over wat zijn dan trillingen en dergelijke. Nou, dat is een steeds terugkerende beweging. Die van de ene uit maximale stand naar de andere maximale stand. Gaat en je ziet dus dat er ergens een soort neutrale de nulstand is. Je kunt dus gaan kijken van oké, hoe lang duurt zo'n trilling? Een trilling die gaat dan echt helemaal van de nulstand naar beneden, weer door die nulstand weer helemaal omhoog en dan weer terug naar die nulstand. Dan heb je één cyclus heb je gedaan. Ik noem alvast dat dat één fase is. Eén trilling is één fase. Van nul naar beneden, weer naar nul, dat is maar een halve, dan omhoog en dan weer terug. Bij af. En dat is zeg maar één hele trilling. Daar kun je een trillingstijd kun je daar aan vasthangen. Zeggen, nou weet je wat, dat is 2 seconden. Doet hij daarover. En dan kun je de frequentie uitrekenen. Van als die 2 seconden duurt, dan is er maar een halve trilling in 1 seconde geweest. En hoeveel trillingen er in 1 seconde zijn, dat noemen we dus de frequentie. En dat schrijven we op met hertz. De trillingstijd, uitwijking is hoe ver zeg maar, die trilling omhoog en omlaag gaat. Dat is bijvoorbeeld, hier is de uitwijking gewoon en de A is de maximale. Verder dan dat, uitwijking groter dan dat, zul je dus niet tegenkomen. En je ziet dat een trilling kun je vergelijken met zeg maar, een veer die zo heen en weer gaat, met een schommel. Je kunt ook je geodriehoek over de tafel heen doen, niet te hard, want anders breekt hier en dan gaat die trillen. Dat zijn allemaal trillingen. Je ziet overigens ook dat het mogelijk is om een trilling niet alleen in zo'n grafiek duidelijk te maken. Hier zie je trouwens van een hartslag. Eigenlijk wat minder mooie trilling, behalve als je van je hart houdt, is het een hele mooie trilling. Dit is een mooie sinusoïde. En die hebben ze gemaakt met een apparaat, het is een oscilloscoop. Dat is een apparaat wat via elektriciteit, je hebt elektriciteit nodig om toe te voeren naar dit scherm. En dat zie je aan deze kant, op deze as, zie je ook de hoeveelheid volts. Nou, hoe kun je dat nou in elektriciteit opzetten? Nou, heel simpel, als je een microfoon heb en je gaat erin brullen, dan gaat je stemgeluid, die gaat zeg maar een deeltje in die microfoon heen en weer laten trillen. En dat wordt omgezet in elektriciteit. Dus hoe meer volts, hoe harder je brult. Hoe vaker dat ding zo heen en weer gaat, hoe hoger je aan het brullen bent. Lager, dat zie je maar heel weinig. Je kunt hier met allerlei knoppen, kun je zeg maar dit apparaat, die oscilloscoop, kun je instellen. En toen kwam er iets tevoorschijn en dat heet DIF. Dan dacht je, wat is die DIF dan weer? DIF is niks anders dan dat je zeg maar, deze as of die as zeg maar, zo'n hokje instelt op een bepaalde hoeveelheid. Dus stel dat ik hier 10 hokjes heb, niet stel, het is altijd 10 hokjes zo en 10 hokjes daar. Maar stel dat één zo'n hokje zeg maar 1 milliseconde is. En we zien hier bijvoorbeeld, laten we smokkelen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trillingen. Oeh! Waarom hoor ik jou beter dan mezelf? Dat is niet de bedoeling, hè? Oké, dus dan heb ik hier 1 milliseconde, heb ik 10 milliseconden, heb ik 7 trillingen. En dan kan ik op deze manier, kan ik de trillingstijd van 1, kan ik dus uitrekenen. Dan zeg ik gewoon, 7 trillingen is 10 milliseconden, dus dan is 1 trilling 10 milliseconden, gedeeld door die 7 trillingen. Oké, dat is die oscilloscoop. Toen gingen we naar trillingen en kracht. Ja, om iets te gaan laten trillen, heb je een bepaalde kracht nodig. En dan hebben we een trilling, gewoon die harttrilling, dat is een beetje gekker, maar we willen die sinusoïde willen we hebben. We willen zo'n trilling hebben, want daar kunnen we een beetje normaal aan rekenen, anders wordt het allemaal heel ingewikkeld. We moeten allemaal dingen bij elkaar optellen en aftrekken, heel ingewikkeld. Je ziet hier allemaal harmonische trillingen. Ah, dat is zo mooi, harmonie. Maar je ziet dat het niet uitmaakt of ze zeg maar een kleine frequentie of grote frequentie hebben, een hoge amplitude, een lage amplitude, maakt het niet uit. Het zijn allemaal mooi harmonisch. Dus op deze manier, als je een goede sinusoïde ziet, dan denk je, oh, hey, dat is waar, een harmonische trilling. Daar kunnen we goed aan rekenen, dat is gaaf.
Nu heeft meneer Hoek, die heeft heel veel met veren lopen doen. En die zegt van joh, als ik een veer heb, dan moet ik daar heel veel aan trekken. Of heel veel in duwen. Dat heeft te maken met hoe stug die veer is. Dus die C vertelt maar of een veer stug is of niet stug is. En hoe ver ik hem uit wil rekken. Dat is het verband tussen die dingen. Dus die F en die U, die zijn recht evenredig met elkaar. Als ik twee keer zo lang wil, moet ik ook twee keer zo hard trekken. Twee keer zo veel kracht zetten. Oké. Als iets hieraan voldoet, dan hebben we te maken met een harmonische trilling. De kracht en de uitwijking zijn recht evenredig aan elkaar. Nu gaan we er een pijltje bovenop zetten. Oeh, die wilde ik helemaal nog niet hebben. We gaan er een pijltje bovenop. Oeh, hallo. Gaat mis. Oké, die is er nog niet. Doe net zoals die er nog niet is. Dan zijn we met vectoren bezig. Misschien heb je het al bij wiskunde of ga je het bij wiskunde doen. Maar een vector is niks anders dan dat we zeggen, ja, maar nu vind ik het ook belangrijk om te zien wat precies de richting is. Nou, als een veer zeg maar terug aan het duwen is die kant op zo, dan komt dat omdat ik hem in die kant zeg maar ingedrukt heb. Dus die kant doen we dan de plusrichting, dat doen we normaal, hè? Van links naar rechts plus. En zeg maar, die veer die drukt de andere kant op in de minrichting. Vandaar dus min en hier ook een min. Twee richtingen die gaan tegen elkaar. Het is niet zo dat we dan hier dat pijltje ook de andere kant op draaien en dat komt allemaal in die waarde die erin stopt. Oké. Ja, trillingstijd kunnen we gaan uitrekenen. Dus ik kan van elk willekeurig ding, kan ik dus eigen trillingstijd kan ik bepalen. Dus als ik een brug heb die zo een beetje aan het dansen is, omdat het een beetje waait en dan uiteindelijk stuk gaat en dergelijke, kan ik zeggen, joh, als ik een beetje meer massa doe, dan gaat die trillingstijd die gaat wat langer worden. Of als ik een slappere veer doe, dan gaat die trillingstijd ook meer worden. Deze kleiner wordt, wordt die groter. Deze en die zijn omgekeerd evenredig. Die T en die M die zijn weer recht evenredig, maar dan in het kwadraat of in de wortel. Okay, dus de een die gaat zoveel mee in de wortel en de ander die gaat zoveel mee gedeeld door de wortel. Oké, okay, oh, wacht eens even. Wisten jullie nog hoe je formule moest ombouwen? Nee. Formule ombouwen. Stel, ik moet die M hebben. Er waren twee manieren. Want we hebben 1, 2, 3, maar die 2 pi en die wortel en dergelijke. Eerst ga je die wortel ga je weghalen natuurlijk. En dan ga je zeggen van joh, ik wil al die dingen, die ga ik wegvermenigvuldigen of wegdelen. Als ik die 2 pi weg wil hebben, want ik wil die m hebben. Dan ga ik delen door 2 pi. Dan ga ik die 2 pi hier verdwijnen. En dan kan die kant natuurlijk ook delen door 2 pi. Dan krijg ik hier tegendeel door 2 pi. Die 2 pi is dan hier weg. En zo ga je de hele tijd door en dan veeg je hem uiteindelijk schoon tot alleen de massa overblijft. Er zijn ook mensen die hebben de volgende stap al gedaan en zeggen, hé, hey, maar wat is er gebeurd met scheef schuiven? Scheef schuiven is een manier die precies hetzelfde is, maar vele malen sneller. Hoef je niet te gaan vermenigvuldigen en delen en dat soort toestanden. Dus als je zegt van, ik weet niet wat scheef schuiven is, maar ik ben wel geïnteresseerd, dan zeg ik van, oké, probeer het nu eventjes voor deze toetsweek gewoon op de manier die je kent. Als je dan zegt, oké, nu ben ik klaar naar de toetsweek voor de nieuwe, de snelle methode. Laat me weten, gaan we daarmee aan de slag. Yes? En als je eerder wil, dan moet je me even apart vragen. Oké, trillen, meetrillen, resonantie en veerenergie. Dingen gaan trillen en die kunnen meetrillen. Zoals die DJ die een muziekje doet en dan ga jij meetrillen, want dat vind je ook heel gaaf. Nou, dat is natuurlijk helemaal geen resonantie zoals natuurkunde en zo, maar zeg maar om het idee te geven van er is iets aan het trillen met een bepaalde frequentie en iets anders gaat meetrillen omdat hij precies dezelfde frequentie, precies dezelfde eigen frequentie heeft. Ja, met T, 2pi, wortel, M, C kun je dat uitrekenen. Oké. Heeft allemaal iets te maken met energie, want waarom trilt hij terug? Omdat je zeg maar energie in een trilling stopt en een veer is een ding wat heel vaak met een trilling te maken heeft. Oké, die trilling heeft te maken met een half CU kwadraat en moet ook. Ja, wat is dan de maximale energie? Oké, dus nou, de maximale uitwijking. Daar zit er de meeste energie. Dan heb je die veer helemaal opgespannen. Heeft hij de meeste energie, kan hij ook heel hard weg. Oké, nou hier zie je een voorbeeldje van iemand die hierboven zit. Heeft heel veel zwaarte-energie. Flikkert naar beneden. Valt naar beneden, sorry. Die heeft dan toch een stuk minder zwaarte-energie, maar heeft snelheidsenergie of bewegingsenergie. Kennen we ook als kinetische energie. En hier beneden
Geen snelheid, geen zwaarte energie, maar echt chockvol veerenergie. Dus die energie die hij hier in instantie 1, instantie 2, instantie 3 heeft, is telkens hetzelfde. We doen net alsof er geen vlies is, hè? Net alsof er geen demping is. Nou, wat is ook alweer die bewegingsenergie? Kinetisch, half mv². Zwaarte energie is de massa, kg, oké, ook als zwaartekracht, mkg. Ja, dan heb je de zwaarte energie. En nu komt er iets heel geks en dat is eigenlijk niet helemaal in het boek beschreven. Misschien vorig jaar. Maar alle energie die ik hier heb, is niks anders dan de zwaarte plus de bewegings plus de veerenergie. Nou, hierboven hebben we geen veer, is nul. Hierboven geen beweging, is nul. Q is warmte. Dus als er geen demping is, dan gaat deze ook weg. Komt deze PowerPoint ook op ja. Ja, zeker. Oké, eigenlijk is dit, zeg maar, de formule is van boer op stand. Van, joh, als ik hier ga springen met 100 euro in mijn zak, dan heb ik hier beneden 100 euro, heb ik daar. Alleen, zeg maar, misschien dat die 100 euro misschien uit mijn zak ergens anders verdwenen is, maar het zijn nog steeds 100 euro. Oké, hier zien we dus dat de Q niet nul is, dan hebben we dus te maken met demping. Maar nog steeds werkt dan deze, zeg maar, dit verband is het eigenlijk. Alleen dan moet ik jullie vertellen van joh, naar de volgende, de hubs, is die net even wat laag gekomen. Als deze zo hier begint zo en dan poing en dan komt die maar zo hoog. Hé, hey, wat is met die energie gebeurd? 100 joule bijvoorbeeld, wat is met die 100 joule gebeurd? Dat is in warmteontwikkeling in termen weerstand en dat soort. Dus dan, oké. Nou ja, resonantie, dat zou je zo kunnen zeggen. Een voorwerp gaat met eigen frequentie meetrillen als er een bron ergens precies diezelfde frequentie geeft. Trilt. Veerenergie die wordt overgebracht, de juiste F. Nou, dan gaan we heftig meetrillen. Oeh. En waarom zien we nou een smiley en een sally? Nou, weet je nog dat er allemaal van die voorbeelden waren van resonantie die... Gewoon, zeg maar, dat jochie dat zijn wijnglaasje... Mama, I broke the glass! Ja. Daar moest ik wel om lachen, dus dat vond ik wel positief. Zijn moeder misschien niet. Maar, zeg maar, die brug die helemaal stuk ging, die is niet leuk. Of bij een aardbeving dat het gebouw zo naar beneden flikt, is niet leuk. Oké. Daar zijn de meningen over verdeeld. Ja, fase. Wat? Pardon? Die hoorde ik niet. Daar zijn de meningen over verdeeld. Ik vind het hilarisch als een gebouw naar beneden valt. Ja, als die naar beneden moet, dan is dat hilarisch. En als die leeg is en dergelijke, dan is het hilarisch. Maar, fase. Wat is fase? Fase is eigenlijk niks anders dan... Oeh, dat is wel een heel ingewikkelde tekening. Je ziet hier een sinus. Je ziet een trilling. Je ziet dat hij hier zo hoog één trilling heeft gemaakt. Ik heb ook, kan je niet zo goed zien, maar een kwart trilling hierboven, een halve trilling, drie kwart, één trilling. En dan heeft hij één kwart. Je ziet ook staan dat ik hier die één trilling, heb gewoon nul trilling van gemaakt. En hier zeg ik van die één kwart, heb ik gewoon één van afgehaald. Heb ik een kwart van gemaakt. Dus ik heb hier gewoon het hele getal heb ik weggehaald. Nou, wat is nou... Oh! Oeh. Ja, wat ik hier probeer te doen, is zeg maar... zeg maar de tijd waar die hier loopt, ten opzichte van de trillingstijd, hier zie ik de trillingstijd ongeveer, ik denk dat het ongeveer 12 is. Dan probeer ik dus die tijd die ik hier heb, bijvoorbeeld 3 gedeeld door de totale tijd, 12, dat geeft me, zeg maar, hoeveelste deel van die trilling heeft plaatsgevonden. En dat is waar we het over hebben, is fase. En fase eigenlijk is het aantal gehele trillingen en aantal gedeeltelijke trillingen bij elkaar. En dan gaan we het hebben over gereduceerde fasen. En dan zeg je, oh, dit aantal gele fasen, hoe doe ik weg? Ik haal gewoon 1, 2, 3, 4, 5, 6, whatever, haal ik er vanaf. Als voor de komma haal ik er vanaf en dan heb ik mijn gereduceerde fase. 0 mag wel blijven staan. En waarom vinden we dat zo ontzettend belangrijk? Omdat het informatie geeft over de uitwijking. Dat is heel gaaf, want dan gaan we zo meteen een functie maken over de uitwijking en de tijd. Dat noemen we namelijk de plaatsfunctie. Ah, dat is gaaf. Hier zien we zoiets. Nog niet de plaatsfunctie. Wat we wel zien, is zeg maar dat hier iets met hoeken gebeurt. Wat heeft dit, die uitwijking, nou weer met hoeken te maken? Als je een trilling hebt, dan kun je zeggen, dan ga naar beneden, naar het midden, bla bla bla. Dat zou je ook net als een cirkeltje kunnen bedenken.
Want een cirkel, als je een cirkel tekent, dan ga je van 0, ga je eerst naar boven, ga je weer naar 0, ga je naar beneden, kom je weer terug bij 0. Precies hetzelfde bij trilling. 0, oké. Okay. Dus diezelfde filosofie van een trilling en een cirkel, die gaan we gebruiken. Met een cirkel kun je werken met 0 graden, 90 graden, 180, 72, 360 graden. Of je kunt met pi gaan werken. Dan heb je hier zo, wat is dit? Een halve pi, een hele pi, anderhalf pi, twee pi. Dus dan hebben we het met hoeken. We hebben ineens die fase hebben we naar hoeken getransformeerd, fasehoek. Want we willen nog steeds zo'n dingetje willen we kunnen tekenen. En dan gaan we een functie gaan bedenken. Ut, sinus, heeft dat iets mee te maken. Dat zie ik zo, sinus. De a, stel je voor, ik heb een amplitude van 20. Dan zet ik hier gewoon lekker 20 neer. En dan zie je dat hier iets met die fasehoek zit. Dit is de fasehoek. Zoveelste pi tegendeeld door de totale trillingstijd. En dan klopt die. Zie je trouwens hier dat je moet werken. Trouwens, dit is de fasehoek. Werk met de rekenmachine die op de radiale staat. Anders krijg je hele grappige antwoorden. Ja, hoe kan dat nou? Dat is raar. Yes? Maar één probleem. Als ik deze heb, of deze horen bij elkaar, dan kan ik zeg maar afleiden de snelheid. Want als die hierboven is, is mijn snelheid 0. Want mijn richtingscoëfficiënt van mijn raaklijn is 0. Dus mijn snelheid is ook 0. Hé, dat teken ik hier. En dat doe ik daar. En hier zo is de richtingscoëfficiënt negatief iets. Hij is maximaal, de helling is hier maximaal stijler dan dit wordt hij niet. Dus dan is mijn snelheid hier ook maximaal. Maar is negatief, dus hier is hij ook negatief. Yes. Moet je de hele toets, je rekenmachine op radialen hebben staan of niet? Ja, want we gaan verder geen andere hoeken met sinus en dergelijke. We gaan niet met degrees werken. Radialen. Dan zit je goed. Ja? De fasehoek. Zeg maar, als je die fase, bijvoorbeeld als ik hier zo zit, ik kan zeggen dit is één hele trilling. Maar als ik dat ga vertalen in dat rondje, omdat een trilling net als een rondje ook zeg maar van 0 naar beneden, 0 naar boven, naar beneden, doet een rondje ook. Kan ik dat ook vertalen in zeg maar iets met 0 graden, 90 graden, 180 graden, 270 graden, ga ik een keer en dan 360 graden, of iets met 2 pi. Dus die fasehoek is als ik de fase heb vertaald in de hoek. Want dan kan ik namelijk in die sinus stoppen. En dan kan ik tenminste met mijn rekenmachine kan ik zo'n grafiek laten uitrekenen. Al die punten. Oké, wat is de snelheid bij trillen? Jullie weten allemaal dat de snelheid het hoogst is in de evenwichtsdag. Hier. Wat is de snelheid? Ja, ik ga dit verder niet uitrekenen voor jullie. Hebben we al over gedaan. Deze formule staat in 35. Of ja, onthoud me gewoon. Kan ook. Evenwichtsdag. Oké. Dit is het overzicht. Ik heb gekeken of er nog wat formules waren. Dit is een beetje het overzicht wat ik eruit gehaald heb. Kan zijn dat ik er eentje gemist heb hoor. En deze. Volgens mij hebben we hem dan. En ik heb hier. Ik heb hier ook nog allemaal van dit soort dingetjes heb ik bij elkaar gesproken. Ik weet niet zeker of die helemaal compleet is. Maar het kan zijn dat die ontzettend onderweg gaat. De PowerPoint komt op magister. En de film, die zet ik ook.